Ook de man van de straat heeft zijn eigen mening over het vaccin. In deze editie van het COVID-19-journaal gaan we op straat om te kijken hoe de burger reageert over het vaccin. Ook zijn wij in gesprek geweest met de onderdirecteur van de medische zending Maureen Wijngaarden van Dijk. En de landen die eerder een druk op de knop hadden gedaan voor wat het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin betreft, hebben het vaccineren hervat. Welkom, dit is aflevering 170 van het COVID-19-journaal. Suriname ontving als eerst 1000 doses van het AstraZeneca-vaccin en vervolgens nog eens 50.000. Eind maart zullen deze aantallen verruimd worden met nog eens 26.000. De onderdirecteur medische zending gaf in een gesprek met het COVID-journaal eveneens aan dat de inheemsen een gevoeligere groep vormen voor ernstige ziekteverschijnselen bij COVID-19. Nou, we hebben dus niet overdadig veel vaccins. We krijgen minder vaccins dan we nodig hebben om iedereen boven de 18 jaar te vaccineren. En de vaccins komen in tranches. We hebben 1000 doses gehad. Daarna hebben we 50.000 doses gehad. En eind van de maand, als het goed is, krijgen we 26.000 doses. Dus zo gaat het. Maar elke doos, elke batch noemen we, heeft ook zijn vervaldatum. Dus voor ons moeten we kijken van, welke vervaldatum is er eerst, want die moet eerst gebruikt worden. Nu hebben we gezegd van, omdat we niet zoveel hebben, dan gaan we de mensen die het meeste risico lopen om ernstig ziek te worden, en ook zodanig dat ze komen te overlijden, en die dure zorg in het ziekenhuis en in de IC nodig hebben, om die mensen te beschermen, dan moeten we ervoor zorgen dat we hun zoveel mogelijk kunnen vaccineren. En daardoor is ook gezegd van, ben je recent, heb je COVID-infectie gehad, dan moet je 6 maanden wachten voordat je gevaccineerd mag worden. Dus al ben je in de risicogroep, toch? Maar je hebt 2 maanden geleden COVID-infectie gehad, dat in elkaar te kaspoiten nu. In wat die vermoeien eten. Ja. Dus, en we hebben afgesproken dat we ons moeten houden aan die prioritering. Zorgpersoneel, met name de mensen die dus, Sawekari, een frontlinie. Dat zijn dus de mensen die COVID-zorg geven in het ziekenhuis, de IC, de COVID-afdeling. De suspect COVID-afdeling, maar ook alle andere mensen van het ziekenhuis. De mensen die bijvoorbeeld op onze polies patiënten ontvangen. Patiënten voelen zich niet lekker, is suspect COVID. Ja? Dus dat zijn ook frontlinie mensen. Dus die moeten allemaal gevaccineerd worden. Plus alle andere mensen van de organisatie die ingezet worden voor de zorg. Dan hebben we de 60-plussers. Dat zijn de mensen die vanwege hun leeftijd een groter risico hebben op ernstige ziekte. Dan hebben we de mensen 40 plus met ziekten zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, chronisch nierinsufficiëntie, sikkelcellen. Verder hebben we, onze deskundigen hebben ook in de analyse ook gekeken naar is er verschil in bevolkingsgroepen, in etniciteit. En toen hebben ze geconcludeerd van, inheemsen in Suriname zijn toch wel ook gevoeliger voor ernstige ziekten bij COVID. En dat is niet vreemd in die zin dat in Veluco Tracondre, Brazilië, Verenigde Staten, Canada, dat is dat ook zo. Dus daarom dat heel in het begin, toen er over vaccinatie gesproken werd, de minister al heel snel heeft gezegd dat inheemsen ook een risicogroep zijn. Een van de zorgpunten waarmee de inheemse gemeenschap te kampen heeft, zijn de lange afstanden tussen het dorp waarin zij wonen en de stad. Dat maakt het risico om ziek te worden groter. Oudere mensen in het binnenland, verre binnenland, niemand wil naar het ziekenhuis gaan, hè? Maar
De inheemse in het binnenland zegt, in het zuiden zegt van datra. Temisiki, dat je ochami go na atoso. Dat mina COVID mi moest go na atoso. Maar dan, familie moest jere, fa adenangami. Want afara uno op telefoon, min uno kan bel. To? Fa usasabi, fa odenangami. En if mi mopo fu atoso, datra o karmi kombaka, fu controle. Pemi mustang, en fami musnyang. En if van begeleider ekonangami, wa familie, mi vrouw of mi massa ekonangami, pe emustang, en fa emusnyang, want mino ap oso na fotose. Dus de mensen zijn minder geneigd om te zeggen van ik ben ziek en ja, ook goed, ik ga met je mee naar het ziekenhuis. Dus dat maakt dat het risico op een ernstig beloop bij hun ook groter wordt. Dus dat telt bij. Inheemse zijn echt meer op zichzelf. Kijk, als je kijkt naar hoe ze wonen, er is een verschil tussen inheemse en Maron. Ze zijn beide binnenlandbewoners, maar ze verschillen. De Marons wonen dichter op elkaar. De dorpen zijn wel groter, omdat ze meer mensen hebben. Maar ze wonen dichter op elkaar. Bij de inheemse wonen verder van elkaar. Ze zijn meer gesteld op hun privacy, zou je kunnen zeggen. Toch? Iedereen is gesteld op zijn privacy, maar het lijkt alsof zij meer. Dus al zijn ze inheemse van één dorp, maar je moet ver lopen om van huis naar huis te gaan. Toch? Dus zo moet je dat zien. Wanneer ze dan in de stad zijn, kunnen ze niet zo makkelijk bij een ander gaan inbeleven. Het is inogwinti toch? Dus het is net als hoe ik niet gewend ben om bij een ander te gaan blijven. Toch? Zo zijn ze dat ook niet gewend. Dus dat is ook iets wat we moeten meenemen in de analyse van hoe een ziekte komt en hoe de mens als individu of als groep reageert erop. Op de vraag hoe het staat met de voorlichting voor de binnenlandbewoners geeft mevrouw Wijngaarde van Dijk te kennen dat zoals ook in de stad de inheemsen met heel wat misinformatie over het vaccin werden geconfronteerd. Om alle misinformatie uit de wereld te helpen, heeft de medische zending besloten om alle gebieden te bezoeken om de mensen van de dorpen van de juiste informatie te voorzien. We weten allemaal, we zijn ook in de stad aan blootgesteld geweest. Veel misinformatie is gegaan. Veel dingen waarvan men zeggen van ja, je moet het vaccin niet nemen, want men wil die inheemse uitroeien. Kijk wat Brazilië, Braziliaanse president heeft gezegd en dergelijke. Dus wij hebben, de medische zending heeft gezegd van kijk, zolang we niet weten welk vaccin we krijgen, kunnen wij niet onze communicatie gaan opzetten. Dus toen was het Pfizer. En op een gegeven moment, al heel snel daarna, hebben we gehoord van nee, het is geen Pfizer, het is Moderna. Dus toen moesten we alles weer gaan anders gaan doen. Maar intussen hadden de groepen in het binnenland al zo'n beetje hun mind opgemaakt en gezegd van dus maar wat kieroen nu naar een vaccin die ze een vaccin no boom ontwikkelt toen ze snel en etcetera. Dus onder andere we hebben het in de media gezien. De grandma van de trio had de vergadering en in die vergadering hebben ze gezegd van kijk, we moeten meer informatie hebben. MZ moet ons informatie geven. Dan kunnen wij gaan besluiten van willen we het nemen of niet. Maar dat is zoals het bij mij ook gegaan is. Mino besabi, maar miere voor vaccin. Na migo lezi, migo tak naga bigidatra specialist en me arki WHO, omdat ik die mogelijkheid heb, toch? Dus alamante me arki WHO, daar hebben ze persbriefing, sade maitaki enzovoort. Dan denk ik dat nog een vaccin boom niet kan tikken. En afgelopen vrijdag, 12
maart. Dan hebben we hier de kick-off gedaan. De directeur van MZ, ik, andere artsen, personeel. Maar ook grandma van de Wayana, de Kawam Hattem. En de voorzitter en andere leden van Stichting Moelopot hebben hun vaccinatie, hun eerste dosis genomen hier. En grandma Miep heeft gezegd van kijk, want hij is de Kawam Hattem, hij zegt van Miteka vaccin, want mi wang soor mi volk, fa ai gonang ami. En if baka drie mung, baka mi tek a tweede dosis. If baka drie mung mi alasan normal, mi bung, dan dat na a bewijs die mi volk, tak a vaccin boontje ding. Dus wanneer je dat weet, dan ga je daarop ook inspelen. Want je gaat niet forceren. Dus mensen moeten, maar je moet ze wel de informatie geven. Dus wij hebben ons plan gemaakt waarbij we zeggen we gaan naar alle gebieden. Gaan we de mensen bezoeken. Traditioneel gezag, maar ook apart met NGO's, stichtingen die werkzaam zijn in de dorpen, in de gebieden. Met de dorpsbewoners gaan we praten over het vaccinatie. Wat de bedoeling is van de vaccinatie, waar tegen het beschermt, wat ze kunnen verwachten, hoe de effecten zijn, etc. Dus dat gaan we in alle gebieden doen waar MZ de zorg doet. Verpleegkundige, tevens ziekenhuishygiënist van het Diakonessenhuis, blikt tevreden terug naar de opzet van de vaccinatiedagen in dit ziekenhuis. Het streven naar het aantal van 100 personen per dag te laten vaccineren is aardig gelukt. We hebben hele goede opkomsten gehad, naar tevredenheid. We streven naar 100 minimaal per dag en dat is ons redelijk gelukt. Soms heb je wat uitvallers tussendoor vanwege niet lekker voelen of plotseling ziek. Maar daar spelen we in door de mensen die op de schaduwlijst staan, om die in te vullen. Om zo toch het hele vaccin te kunnen gebruiken, dat niets verloren gaat. We hebben het besproken in teamverband, hoe we het in een grote setting kunnen gaan doen. En hier was de beste optie, ook omdat we dicht bij de straat zijn. Er is hier een poort, dat men makkelijk als 60-plussers die slechter been zijn, met de rolstoel komen, ook makkelijker het gebouw kunnen betreden, om zo de procedure kunnen doorlopen om het vaccin te ontvangen. En dat pakte goed uit en dat hebben we ingezet en het is geslaagd vanaf dag 1. In overleg met het COVID-vaccinatieteam zal worden nagegaan wanneer de volgende groepen kunnen worden aangedrongen voor het vaccin. Momenteel worden alleen 60-plussers en 40-plussers met onderliggende klachten gevaccineerd. De planning is in overleg met het Nationaal COVID-vaccinatieteam dat we eigenlijk plusminus 3 maanden dit traject zouden uitzetten om te kijken hoe de aanloop is. We hebben dagelijks contact op de groepsapp, dus er wordt aangegeven als de aanloop vermindert van de 60-plussers, dat we dat kenbaar maken, zodat men kan kijken welke groepen kunnen we nu laten aandringen voor het vaccin. Dus dat doen we allemaal op de instructies af. Maar we gaan onverkort door. Dat is onze bijdrage naar de samenleving toe en ook een ondersteuning voor volksgezondheid en het BOG. Maar we houden het volgens de richtlijnen. Het is nu de 60-plussers. 40 plus met comorbiditeiten, die komen ook nog aan de orde. En de andere groepen, die moeten echt nog even rustig wachten. Omdat deze mensen nu de kwetsbare groepen zijn, die als zij het virus oplopen, ernstig ziek kunnen worden en ook kunnen overlijden. En daarvoor waken wij. Het enige wapen om het COVID-19 virus te bestrijden is het vaccin. Willen wij teruggaan naar ons normale leven, laat je vaccineren. Dat is het advies van verpleegkundige tevens ziekenhuishygiënist Nancy Westmaas. Vanuit mijn kant geef ik ook zelf heel veel voorlichting via mijn Facebook, via mijn apps, noem maar op. Ook individuele mensen die contact maken en ik stel ieder gerust. Ik zeg nou, als u de mogelijkheid hebt, als u in de categoriegroep bent die geselecteerd is om het vaccin te halen, wil ik u allen adviseren, haal uw vaccin. Vaccinatie is niet nieuw. Dat weten we allemaal. Als we allemaal geboren worden, ook onze kinderen, moet je binnen 24 uur de hepatitis B vaccinatie krijgen. Dat is standaard en we zijn er niet dood van gegaan. Ik zeg, verder krijgen we met de kinderjaren, tot peuter, kleuter, krijgen we vaccinaties. Hebt u dat niet, kunt u uw kind ook niet inschrijven op de scholen.
Dus dat is ook niet nieuw. En dan wil ik een ander simpel voorbeeld geven. Als we een ongeluk oplopen, op een spijker hebben getrapt of een hondenbeet hebben, grote verkeersongevallen, krijgen we tetanus. Dat is kleminjectie, dat is ook een vaccinatie. Want dat heeft meerdere procedures. Dat je nog een vervolgprikje moet krijgen om gedekt te zijn. En dat is voor 10 jaar. Toch? En na 10 jaar als je weer een ongeluk mag krijgen, dan wordt het herhaald. Dus het zijn geen nieuwe procedures. Maar ja, we begrijpen het, een nieuwe hype, een nieuwe virus, heel veel onrust. Maar we kunnen de mensen geruststellen tot nu toe. We zijn bijna al op 10.000 landelijk als we dagelijks kijken naar de cijfers van de gevaccineerden. Tot nu toe hebben we geen calamiteiten gemeld gehad. Alles gaat goed en ordelijk. Het zijn de normale bijwerkingen die de ene minder krijgt, de andere erger en sommige helemaal niet. Dus ik zeg, mensen, blijf positief, we gaan ervoor. Dit is ons enigste wapen om het virus te kunnen controleren en te onderdrukken, zodat wij langzaamaan kunnen gaan naar ons normaal leven. En als minimaal 70% van de bevolking het vaccin heeft genomen, dan kunnen we langzaam af van de maatregelen. Dan hoeven we straks niet meer in quarantaine. Dan hoeven we ook niet meer in lockdowns. Dan kunnen we weer vrij feesten. Toch? Maar voorlopig, de mensen die gevaccineerd zijn, moeten nog steeds de maatregelen in acht nemen. Blijven in acht nemen, omdat we nog niet volledig gedekt zijn. Na de tweede vaccinatie, de tweede shot, dan zullen we verder de instructies hebben van Volksgezondheid, hoe het beleid verder wordt uitgestippeld. Maar vooralsnog, we streven naar minimaal 70% van de populatie om het vaccin te nemen. En we gaan ervoor. De vele twijfels die zijn ontstaan in de samenleving over het wel of niet nemen van het vaccin blijkt uit de straatinterviews die wij hebben afgenomen van enkele burgers. Velen zijn niet op de hoogte van het vaccin en weer anderen zijn positief ingesteld. Gaat u het vaccin nemen? Ja. Waarom? Kijk, als je moet reizen dan moet je toch de vaccin nemen. En je neemt een vaccin alleen dat je ook geen andere mensen gaat besmetten. Waarom zou ik een vaccin moeten innemen? Ik ben niet ziek toch? We vertrouwen het niet. En wat ik ook zo lastig vind, je neemt die vaccin in, maar je raakt toch besmet aan corona. Je moet toch die mondkap op hebben, dat liever niet toch? Misschien later wel, maar ik moet eerst goed op de hoogte zijn of het werkt of niet. Dus op dit moment? Nee. Waarom? Ik ben nog niet besmet geraakt ook, ik ben uiterst voorzichtig. Ik hou me aan de regels, dus vandaar. Ik heb nog niet erover nagedacht, maar het kan wel een ja worden. Bent u bang voor de bijwerking? Kijk, als je een medicijn ook inneemt, heb je toch ook bepaalde bijwerkingen. Dus dan moet je gewoon ervoor gaan, vind ik. Nou, ik weet het nog niet. Ik heb mijn mind nog niet opgemaakt. Ik ben bezig dat helemaal in elkaar te zetten in mijn hoofd. Ga ik het nemen, ja of nee? Ik check ook natuurlijk om me heen wat er allemaal gebeurt, want bepaalde mensen om mij heen hebben dat vaccin al genomen en het gaat heel goed met ze. Dus voorlopig geen klachten, van mij heeft Suriname ook nog geen klachten en zo. Maar ik begrijp wel dat er in het buitenland wat klachten zijn in Europa. Zweden, Denemarken en zo, die landen. Dus ik kijk het even uit en dan zal ik dan nog kiezen wat ik precies doe. Ik heb het afgekeurd als van mij kan. Waarom is dit afgekeurd? Maar het is niet 1000%. Maar gaat u zelf het vaccin nemen? Waarom gaat u het niet nemen? Omdat het is niet 1000%, dat is het. Dat het 1000% geen reactie heeft. Wat we hebben gezien in het buitenland is dat het wel reactie heeft. In die zin, men ziet nu al, men is begonnen met vaccineren en men ziet dat inderdaad de minder ernstige ziekte voorkomt. En dat inderdaad dus die druk op ziekenhuizen, polyklinieken minder aan het worden is. Maar, er is een maar, dat u en ik het vaccin hebben genomen en 15 andere BMZ, wil niet zeggen dat we dan die Mohana niet meer moeten hanteren. Omdat het een tijdje neemt om iedereen te vaccineren die één, risico loopt op ergere ziekte. Twee, dan moeten we iedereen vaccineren die kan bijdragen dat het virus zich verspreidt.
Dus de andere mensen die geen risico lopen als zodanig op ernstige ziekte, maar wel het kunnen verspreiden. Dus die moeten dan ook gevaccineerd worden. En als we dan iedereen boven de 18 jaar hebben gevaccineerd, dan kunnen we zeggen van, ai, het risico dat het virus zich verspreidt is veel minder. Want je gaat niet zo ziek worden, je gaat niet ernstig ziek worden, je gaat niet ziek worden. Je gaat dus het niet kunnen verspreiden, want you know, koso koso. Je gaat het niet hebben in je speeksel. Dat je takkie, tak ai moppo. Dus, if aan mevrouw ik bedoel dat, if mitek as spoiti, dan toch mi moest weer een mondkapje, toch mi moest was mi anu, toch mi moest hoor afstaan, afro aleti. Want anu enwang moest ik as spoiti. Nou, allemaal moest ik as spoiti. De landen die eerder een druk op de knop hadden gedaan voor wat het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin betreft, hebben het vaccineren hervat. Het besluit volgt op de conclusie van de Europese regelgever voor geneesmiddelen dat het veilig en actief is. Duitsland, Frankrijk, Nederland, Italië en Spanje zeiden dat ze de vaccinatie zouden hervatten. Our expert committee on the safety of medicines, the Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee, has now come to a conclusion on the review of cases of blood clots in people vaccinated with AstraZeneca's COVID-19 vaccine. The committee has come to a clear scientific conclusion. This is a safe and effective vaccine. Its benefits in protecting people from COVID-19 with the associated risks of death and hospitalization outweigh the possible risks. En met dit goede nieuws over het AstraZeneca-vaccin zijn wij aan het eind gekomen van dit journaal. Laat je registreren en je vaccineren tegen het COVID-19-virus. Morgen en zondag vindt de grote vaccinatiecampagne plaats op het terrein van KKF. Ben je nog niet geregistreerd? Doe het nu. Dat doe je via de sites bogsuriname.com en laatjevaccineren.sr. Je mag ook kosteloos bellen naar 178 voor registratie. We zien elkaar weer maandag bij een andere aflevering van het COVID-19-journaal. Tot dan!